op de universiteit leer je eigenlijk meer de theoretische kant van het arbeidsrecht. Maar op je stage moet je dat eigenlijk echt omzetten naar de praktijk. Dus zo heb ik al conclusies, adviezen geschreven en ook al een pleidooi bijgewoond. Dus je leert echt hoe het leven van een advocaat is en hoe het is om op het advocatenkantoor te werken. En dat zijn toch wel dingen die je niet op de universiteit leert. Ik wou deze zomer heel graag een stage doen. En voor mij was het heel belangrijk dat het kantoor waar ik stage zou lopen gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, maar ik dat zelf ook heel interessant vind. Daarnaast zou ik ook heel graag bij een kantoor werken waar ik niet zomaar een nummer ben, maar waar ik echt persoonlijk begeleid word bij hetgeen wat ik doe. Want zo leer ik natuurlijk wel het meeste. Het zeer enthousiaste team is natuurlijk wel een pluspunt, een zekere troef om daar om bij Tilleman van Hoogenbeemt stage te lopen. En daarnaast is het ook geen geheim dat Tilleman van Hoogenbeemt een zeer gerenommeerd kantoor is. Je krijgt ook de unieke kans om aan zeer grote, boeiende, interessante dossiers mee te werken. Tilleman van Hoogenbeemt werken zeer enthousiaste mensen. Het is echt een heel tof team met een goede teamspirit. Ik vind het ook heel aangenaam dat de mentaliteit niet heel competitief is, maar men werkt ook vaak in groepsverband samen. Iedereen op kantoor deelt ook dezelfde passie voor het arbeidsrecht. Dit is mijn eerste stage, dus ervaring is zeker niet per se vereist. Maar wat wel belangrijk is, wat een zekere must is, is de passie voor het arbeidsrecht. Die mag zeker niet ontbreken. Ik begin dit jaar aan mijn master in het sociaal recht. En daarna zou ik nog graag een Franstalige Manama in Brussel volgen, over het sociaal recht ook. En daarna overweeg ik wel om de stap te zetten om in de advocatuur verder te gaan. Deze week moest de medestagiair een presentatie geven en er werd als beloning sushi voorzien. Dus dat laat wel zien dat hard werken in het kantoor zeker wordt beloond. Voor mij zijn vrienden en familie heel belangrijk en daarnaast sport ik ook heel graag. Ik zwem en ik tennis graag. Als ik dan nog tijd over heb, dan kook ik graag voor andere mensen.